Beste mensen, mijn naam is John van der Rijt. Ik heet jullie van harte welkom bij aflevering 163 van Rijt Kijk op de Week. Deze week afgeleverd Audi R8 V10 Spider uit 2017. En dat is wel een leuk weetje aan de broer van Rick Stippen van Stip Polish Point. Dat is wel erg leuk dat we die hebben mogen leveren. Verder een verbouwing bij een Tesla Model X. Dus van een redelijk brave Tesla Model X hebben we een enorm kanon gemaakt. Ja, ook van een Tesla kun je nog een dikke auto maken. Dat is een grapje, hè? Verder, we hebben de M3 die wij een tijdje terug geleverd hebben. Compleet klaar afgeleverd aan KSC Import. Die is, ja, die, goed, je hebt hem al gezien in de thumbnail natuurlijk. Een hele bijzondere, dikke M3. Met door ons nog een IJzerman uitlaatsysteem gemonteerd. Zien jullie ook. Verder veel leuke aanpassingen en reparatie in de werkplaats. Waaronder bijvoorbeeld een Audi RS4. Waar we een Aventuri Carbon Intake op hebben geplaatst. Een H&R verlagersetje hebben geplaatst. En de zomerwielen weer. Ja, te veel om op te noemen. Ik zou zeggen, kijk en geniet van aflevering 163. Een hele goede maandag. Spring is in de air. Heerlijk. We gaan weer de goede tijd tegemoet. Lekker lang licht. Beter weer. Zonnetje. Heerlijk. Tiguan Airline 1.4 is ingeruild. Naven klauwen gespoten. We gaan zo meteen even nieuwe remblokken aan de voorzijde monteren. En hier is een oude bekende. Audi RS4. Bij deze auto gaan we de Aventuri kit monteren, compleet full carbon. Ziet er nu zo uit en zo meteen het resultaat. Tom is bezig met die Belgische Mini Cooper S Cabrio. Remschijven en remklauwen gedemonteerd. Die liggen hier op de tafelwagen. En hieronder liggen de nieuwe schijven en nieuwe blokken klaar. We beginnen deze week met een Audi RS4. Walnut blaster, inlaat is er al af. We gaan een Aventuri inlaatkit monteren. We gaan de auto verlagen en de mooie zomerwielen komen eronder. Die liggen hier al klaar. Bij deze weer een filmpje vooraf. Behoorlijk vies. Dus die hebben wel wat aandacht nodig. Zo zien de plaatjes eruit. Dadelijk weer het resultaat. Bij deze Tesla Model X gaan we een trekhaak monteren. Ligt hier al klaar. Nu gaan we de bumper demonteren en dan kunnen we erbij. Tesla gaan we even aanpakken. Een paar hele dikke wielen monteren. We gaan hem compleet ontchromen. Model X. Volkswagen Caddy 1.4 TSI. Onderhoudsservice en remschroefservice door onze jarige Tom. 47 jaar oud geworden. En hoe oud ben ik geworden? 27. Moest kijken, man. Mooie leeftijd. Achterbumper gedemonteerd. Ging redelijk makkelijk. Daar ligt hij. Nu verder met het demonteren van de bumperbalk. Audi RS6 C7. Leenwieltje even gedemonteerd en het opnieuw gepoederkoten velletje weer gemonteerd. Hebben we recent in die matte finish afgeleverd aan de klant. Maar die was al vrij snel beschadigd. Dus nu wederom hersteld. Onze blasspecialist Luc is bezig met het reinigen van het inlaatproject bij die RS4.
De nieuw binnengekomen C7 2017. Gaan we compleet polijsten. Eerst flink ontkalkt. En nu de lak terugbrengen naar Nieuwstaat. Achterin is Marijn nog bezig met die trekhaak bij die Tesla Model X. Het granulaat waar wij die intake mee stralen, is gewoon vergruisde walnoot. Terug bij de Mini Cooper S Cabrio, nieuwe Brembo remschijven gemonteerd en nieuwe remblokken, dus die kan er weer even tegen. We gaan de rest van het lijstje afwerken. Winterbanden gemonteerd op deze RSS C8. Dan kan de klant veilig op wintersport. Hierbij het resultaat bij de Audi RS4. Ze blinken weer als nieuw. Mini Cooper S Cabrio ook weer voorzien van een nieuwe dikke set. Lichtmetaal, de winterwielen gedemonteerd. Die liggen hier klaar, gaan we mee met de klant. We gaan een paar mooie shots opmaken voor de nieuwe website. Er moest een filmpje toegevoegd worden van de werkplaats. Dus vandaag is Thijs al de hele dag mee in het filmen hier. Om te zorgen dat er weer een mooie werkplaatsvideo gemaakt wordt. Terug bij de Audi RS4, de 4.2 V8 FSI. Die ongeblazen V8. Kijk. Luc is bezig met die Aventuri kit, die montage. Dat ziet er wel erg sexy uit, hè? De verkochte Audi R8 V10 Spider in dynamietrood. Die is toe aan zijn olieservice. Zijn meerdere aftappluggen bij zo'n V10. Normaal bij karterpansmering is er maar één schroefje uit te draaien en bij een draaisumpsysteem. Dan moeten er diverse schroeven uit om alle olie uit zijn motor te krijgen. Ze leveren hem af met de juiste onderhoudsbeurt en dan kan hij binnen nu en een paar dagen gaan genieten van de zon. Want die komt eraan. Zwarte Tesla logo is aangebracht. Nu gaan we een rood Tesla logo daarop plakken. De handremklauw hebben we zwart gespoten. Dadelijk nog aftoppen met blanke lak. We gaan nu het logootje plaatsen in het rood op de zwarte en op de rode gaan we het Tesla logo aanbrengen. Het resultaat. De logootjes doen het altijd wel goed, toch? De Audi R8 heeft 41.000 kilometer gelopen, maar de tijd is weer verstreken. Dus we toe aan zijn remvloeistofservice. Verse olie erop. De Audi RS4, weer voorzien van een HNR verlagingssetje. Ja, ik hoor jullie denken, rode HNR veren. Deze keer zijn ze rood. En voor ook. Dan ik de zomerset er weer op. Nog even een dynamic flush uitvoeren. Proefritje maken en dan kan hij weer de weg op. Met zijn dikke Aventuri luchtinlaat.
RS6 is klaar. Compleet gedetailed. We gaan hem zo meteen even buiten zetten. Eindstukjes weer even mooi zwart gemaakt. Chrome logo vervangen door zwarte. Daar staat hij dan. Lekker in het zonnetje. Compleet gedetailed. Dus hij kan naar de showroom in. En wacht op een nieuwe klant. Luc is bezig met de Audi RS4, die 4x2 V8. Verlagingsveer van H&R aan hem onteren. Wat dichter bij moeder aarde. De zomerwielen liggen alweer klaar. Die gaan we weer monteren. Die Venturi intake is gemonteerd. Interne motorreiniging van de Nemec Flush. Bijna het lijstje afgewerkt. Hier achterin zijn ze nog bezig met die Tesla. Een paar hele dikke concavers gemonteerd. 22 inch. Koplampen gesmokt, mistlampjes gesmokt, grilletje gedaan. Deze klant heeft gekozen om al die accenten niet hoogglans zwart, maar zijdeglans zwart te willen. De klauwtjes hebben gedaan. Tesla logo's aangebracht. En nu de rest nog. We hebben natuurlijk op de bekende Tesla iPad alles weer anders instellen. De velgenmaat moeten we aanpassen. De luchtveer, hij staat nu denk ik vrij laag. Hij kan er ietsje lager volgens mij. De klauwtjes achter, die kleine, die hebben we ook zijdekant zwart gemaakt met rood Tesla logo. En de grote netjes Ferrari rood met de Tesla logo. We gaan nu nog de raamlijsten compleet doen. De handgrepen zijn al gedaan. En even wat ruigere auto ervan maken. Strip achter is Dennis nu mee bezig. Trekhaakmontage. Hoi, ik ben Floortje van der Rijt. En wil je nou ook zo'n leuke trui als mij, of een polo, of een petje, of een sleutelhanger? Ga nu naar rijtauto's.nl. Terug bij de Audi RS4, carbon Venturi intake gemonteerd. Hij staat nu weer te reinigen aan de Dynamic Flush machine. Dus we hebben het wandelblaster achter de rug, interne motorreiniging, verlagen met H&R, Venturi intake en de zomerwielen weer monteren. Een hele mooie Porsche 996 4S in zielgrauw, door ons geleverd. Een jaar of 5, 6, 7 geleden. De klant was hier voor een keer een vervanger. Wat auto's voorgesteld. Hij gaat even nadenken en wellicht ruilen we hem weer in. Nieuwe accu plaatsen in deze hele dikke BMW X3. Afleveren van die dynamietrode Audi R8 V10 Spider. Super geconfigureerd. Wat een plaatje. Hoi hoi. Afleveren van de BMW X5 50i V8 4.4. Gaat niet mee met de nieuwe eigenaar. Audi A3 op de brug. Diffuser gedemonteerd. Wil de klant graag compleet hoogglans zwart hebben. Dus die gaan we nu demonteren en naar de spuiter brengen. En dan gaan we aan de voorzijde een downpipe monteren. Dan gaan we deze dikke jongen monteren.
Een tijdje terug hebben we al een Remus uitlaat gemonteerd op deze A3. Ja, nu dus de downpipe. De eerder door ons verkochte Audi R8. Die rijdt in Amsterdam rond. En die heeft in de parkeergarage een schrammetje gekregen op de sideblade. En op het achterscherm en een stukje van de bumper. Dus we zijn nu aan het demonteren. Dan kun je een beetje zien wat de carrosserie van zo'n R8 is. Totaal anders dan de normale carrosserie bij normale auto's. Dat is echt een supercar. Dan kun je al die kappen gewoon afschroeven. Zelfs het achterscherm is gewoon los te schroeven. En het frame, het aluminium frame, zie je hier dan. En daar hangt eigenlijk alles opgeschroefd. Het is totaal anders dan een normale auto. Kijk, en hier kun je het ook zien. Schermpjes gewoon compleet los te schroeven. Het is heel bijzonder gemaakt allemaal. We gaan hem even uitlijnen. Dan laten we straks even zien. Dat pareltje onder de motorkap. Miltek uitlaat is al gemonteerd door ons. Downpipe monteren op die blauwe Audi A3 Sportback. Die gaan we passend maken op de Remus einddemper. Die gaat hem nu starten. Met de nieuwe downpipe. Audi A3 voorzien van die dikke downpipe. En dan gaan we morgen of overmorgen weer de skirt, de fuser monteren. Ondertussen binnen, ja, hier een mooie TTRS, hier al vaker geweest, Mr. Beans uit België. En hier hebben we dan wederom een Nardo grijze RS6 Performance op de brug. Deze Nardo RS6 staat hier voor een kleine onderhoudsbeurt. En een remvloeistofservice. We hebben hem even gewassen. De klant wilde ook nog dat we hem gaan verlagen. Dus dat gaan we ook nog eventjes doen. Zo meteen het resultaat. Deze is toe aan een olieservice. Er komt weer een, wat zal het zijn, een 9,5 liter nieuwe verse Mobil 1 op. En uiteraard de remvloeistofservice. Tesla verlaagd. Hier het resultaat. Nardo RS6, onderhoud uitgevoerd. Ze blijven lekker, hè? We gaan een dynamic flush uitvoeren bij deze TTRS. Die wordt weer lekker schoongemaakt aan de binnenkant. Staat nu 13 minuten te lopen. Blijven mooie apparaten, 2.5 Tevensie, de vijfcilinder. Eli is begonnen met de ingeruilde, alweer begonnen, want we zijn er een keer eerder aan begonnen. Maar toen moesten er een paar andere auto's klaar. Met de 2 liter DD Quattro S-Line uit 2015 uit mijn hoofd. Mooie volle auto, met ACC, lane assist, side assist. Cruise control, ACC zei ik al hè, volgens mij, xenon verlichting. We hebben de originele grill trouwens weer gemonteerd. De folie is eraf en deze was lege groen gerept, dus de lak is mooi beschermd geweest. En nu is Eli volop bezig met het weer een nieuw start maken, brengen van de Daytona grijze Audi
A4 2 liter Teddy Quattro. Trouwens ook een dubbele uitlaat gemonteerd. Met zo'n soundmodule die ook op een SQ5 zit en op een SQ7. Dus hij klinkt best bruut. Marijn is hier nog bezig met die Tesla die we een beetje dikker hebben gemaakt. Verlagingsmodule, dus hij ligt daar ook wat dichter bij moederaarde. 2 McGinnis Concavers gemonteerd, die remklauwtjes gedaan. De raamlijsten zijdeglans zwart gerept. De spiegelvoetjes, de koplampen getint. De mistlampjes in de voorbumper getint. De grill voor zijdeglans zwart. Een hele andere auto geworden, ook die handgreepjes, die waren chrome, die vinnetjes hier aan de zijkant, mooi met het Tesla logo aangebracht. Ja, het begint toch wel iets te worden. Ik heb net even een stukje in gereden, het trekt echt als een lier. Ja, blijft een Tesla, maar wel dik. Ik zag hier trouwens wel een dingetje, dat is wel heel snel. Roest. Bij zo'n jonge auto. Dat is wel heel erg snel. Dus ik zou. We gaan de klant ook adviseren om even contact te nemen met Tesla. Want dat zou toch niet moeten kunnen? Denk ik. Vind ik. Want die auto is nog niet zo mega oud. Dat al zichtbaar zou moeten zijn. Maar was wel dik geworden. Hè? Ook die strip achterin. Die is. Zijdeglans gerept. Laat hem zo meteen even zien als hij klaar is. Bandjes gedaan zijn, compleet droog en schoongemaakt. En dan zullen we een paar mooie beauty shots van maken. Muziekje erbij, komt toch alles goed. Ik heb even een marmotje op mijn microfoon gedaan, dus ik hoop dat dit beter is voor buiten. We hebben de laatste tijd heel veel last van wind in de microfoon. Dus hoop dat het nu beter is. We hebben die Audi RS4 klaar. Nogmaals, dichter bij moeder aarde gebracht. Staat echt super dik in de schermen. We hebben de auto intern gereinigd met Dynamic Flush. Dus alle delen die met de motorolie in aanraking komen, die zijn schoongespoeld. Daarnaast hebben jullie al gezien dat de inlaatspruit ook verwijderd is geweest. En hebben we het complete inlaattraject compleet schoongeblast met walnootgranulaat. En Venturi intake laten we nu even zien. Kijk, en hier zit hij dan gemonteerd. Venturi, volledig carbon intake. Ja, daar ziet er wel erg gelikt uit. Ik heb zo'n vermoeden dat er nog meer besteld gaan worden. Hij is leverbaar voor verschillende modellen natuurlijk. Niet alleen voor de RS4, ook voor de RS6. Onder andere de RS5. Ziet er erg mooi uit. En samen met die Miltec, die ongeblazen 4.2 V8 FSI. We zorgen daarvoor een super dik geluid. De Nardo RS6 staat klaar om opgehaald te worden. En niet vergeten, duimpje omhoog en even abonneren. Hè. We zullen hem eens even laten horen. Lekker hè. Deze Golf GT gaan we voorzien van een van onze originele uitlaten die daar nog genoeg staan. Hier zit een elektrische klep onder, maar ja, je ziet zelf wel, het is niet meer zoals hij moet zijn. Klant op bezoek met een hele dikke Audi S8 4 liter V8 TFSI.
voor inruil op een Audi RS6. De Mini Cooper S Cabrio. Heel de schakelcoulisse gaat eruit. En wat is precies het probleem? Want hier zit een... Hier onderin zit een veertje met een palletje. En die zorgt dat als je in de P staat, dat die voor die halssensor komt. Alleen dat veertje is gebroken. Dus er moet een heel nieuw ding in. Constant melding dat hij niet in de P staat. Ja, een veertje kost een paar tientjes, maar dat is niet los te krijgen. Oh, dan moet hij compleet vervangen worden. Ja. Dus heel die middenconsole ligt eruit. Schakelcoulisse en hier ligt de nieuwe klaar. Deze moet erin gebouwd worden en alles weer vice versa in elkaar. Model X is klaar. We hebben deze auto verlaagd. En ik zei gisteren in een filmpje met een verlagingsmodule, want het is met die verlagingsstangetjes gebeurd. We hebben de remklauwen compleet rood gespoten. Het kleine klauwtje op de achterschijven hebben we mat zwart gespoten. Aan de kant hebben we de koplampen gesmoked met een PPF-folie op. De mistlampjes zijn gesmoked. De grill voor is voorzien van zijdeglans zwarte folie. Loodje hebben we gerept. De zijkant. Zijkant zwart. Rood logoetje erop. De raamlijst hebben we allemaal gedaan. Die waren allemaal groen. En die hebben we nu dus voorzien van zijdeglans zwarte folie. We doen meestal die hoogglans zwarte folie. Deze zijdeglans zwart. Op wens van de klant. Loopt natuurlijk helemaal door. Aan de achterzijde, zwart logoetje aangebracht van Tesla. De chromestrip compleet zijdeland zwart gemaakt. Aan de achterzijde hebben we nog iets meer veranderd. Is niks van te zien nu, maar we hebben hier dus trekhak achter gemonteerd. Onder afneembaar. Is mooi weggewerkt. Dus deze klant kan mooi met caravannetje op vakantie met een hele dikke verlaagde Tesla. 22 inch concavers gemonteerd met Pirelli Scorpion P0 erop. Ja, wat kan ik er meer vertellen? Hij is wel heel erg dik geworden, maar het is en blijft een Tesla. Deze grapje. Deze is een mooie auto. We gaan even kijken naar een paar beauty shots. M3 van KSC Import, een van onze leveranciers. Montage van een IJzerman uitlaatsysteem. Dat is dan meteen de kers op de taart. In zaken de customizing van M3. Bielstein set gemonteerd. Deze oxygen velgen. Wrapper op met ons logo. Alle gevoerde merken door KSC Import. Mooie samenwerking. Proefrit met de BMW X6M.
in Silverstone Metallic 2010. Het inrol van een Kia Sportage GT Line 2016. 90 gelopen en bomvol met opties. Dus we gaan even kijken wat we hiermee kunnen. Middensectie reeds gemonteerd. Met crosspipe. Eindemper. Weer een paar stappen verder met die KSC import BMW M3. IJzerman gemonteerd. Tot hier. En vanaf die voorpijpen loopt hij mooi helemaal nieuw naar achter. Tom is nu bezig met het plaatsen van de eindstukken. Eentje is gemonteerd. Zometeen alles afstellen en een keer rijden. En dan gaan we hem officieel afleveren. BMW 1-serie. Wielenwissel. Mooi setje zomerwielen komen er nog op. Audi A4, compleet gedetailed. We hebben voor zwarte logo's aangebracht, achter zwarte logo's aangebracht. Interieur helemaal netjes gemaakt. Dus dan gaat hij zo de showroom in, wachten op een nieuwe klant. Hij zal waarschijnlijk vanavond of morgen op de foto gaan. BMW M3 staat klaar. We hebben de IJzerman uitlaat gemonteerd, eindstukken gemonteerd, zometeen de officiële aflevering. Hij is weer voorzien van de mooie set zomerwielen.
gaan hem even buiten laten horen. Een paar keer een drive-by, wat die ijzerman uitlaat nu precies doet. De nieuw binnengekomen Audi RS6 in een Audi exclusief kleur 2017 is gefotografeerd, staat online. Het is weer tijd voor de dikke Ferrada zomerset op deze C63S. Hier liggen de originele wielen erop met de winterbanden. Deze komen erop, de laatst verkochte Ferrada wielen. En zo snel kan het gaan. Die dikke 20 inch zomerset van Ferrada gemonteerd. En dan kan je weer dik de zomer door. Een Jaguar XF 3 liter V6 staat hier voor onderhoud. Olieverversen, olieservice en een interieurfilter vervangen. De klant had nog een klacht dat die trilde met remmen. Hier gaan we even naar kijken. Dadelijk meer. We gaan even de remmen aan het controleren. Je ziet wel dat die net iets te veel uitslaat. Ik heb met de klant over gehad en die zei ja, deze lichte trilling laat ik de remmen nog wel zitten, want de blokken zijn nog perfect, de schijven zijn nog perfect. Dus hij rijdt even zo door en als hij het gaat storen dan mogen wij de remmen vervangen. En het is al vrijdag. We zijn nu een auto ophalen, Audi R8 V10 Plus. Die had dus die sideplate en de achterschermpje een beetje beschadigd. Dus die hebben we nu opgehaald bij de spuiter. Die gaan we zo meteen weer opbouwen. En dan kan die ZSM weer geleverd worden aan de eigenaar. Het is weer een week bijna voorbij. Morgen gaan we nog de zaterdag draaien. En, het is toch anders dan anders. We zijn in die tijd dat het misging en Spa is overleden en alle voorbereidingen zijn we toch behoorlijk geleefd, merk je wel. Ik heb pas ook een keer verteld trouwens. Maar het is toch wel gek dat hij gewoon nooit meer terugkomt. Dat is echt kut. Ja. Dat hoort helaas bij het leven, maar het is toch gek. We gaan nou vandaag in ieder geval genieten van die heerlijke vrijdag. Er komt steeds beter weer aan. De dagen worden wel langer. Dat vind ik ook wel lekker. Daar krijg je wel een lekker gevoel van. Hè? Dus we gaan wel lekker aan de gang vandaag. Het is vroeg. We zijn gisteravond even met een paar vrienden bezig eten. Met twee vrienden bezig eten. Die zaterdag kon ik niet op de zaak zijn. Dus heb ik twee maten van mij gebeld. Heb ik verteld toen. En die hebben de zaterdag gedraaid. Dus ik heb ze gisteren even bedankt met een etentje. En na de rand nog even een biertje gedronken. Bij Florijn in Uden. En dat was wel erg gezellig. Dus alleen ja, 's morgens wordt het ietsje minder, kun je wel in die dikke ogen zien. Maar dat trekt tegen 4-5 uur wel weg.
En dan zien we weer uit als een 47-jarige. Dus lekker genieten van die mooie zon vandaag. Best lekker. Weer gearriveerd op de zaak. Kijk dan. Staat weer lekker vol. Van de ene R8 in de andere R8. Dus nu met de Spider naar CarPlace. Dan moet de nodige beveiliging ingebouwd worden. En na het inbouwen van de alarm en de voetenvolgsystemen gaat die geleverd worden. Dit is dus de 2018, even uit mijn hoofd, ja, 2018 Audi R8 V10 Spider. Waar we al die dingen zwart hebben gemaakt, de velgen hebben gecoat. We hebben de logo's allemaal zwart gemaakt. Allemaal vervangen moet ik zeggen. Die intakes achter op de klep, die hebben we hoog en zwart gespoten. En de single frame rand rond de grill hebben we gerept. En zo hebben we dus mooi black on black gemaakt naar wens van de klant. Dus we gaan hem even wegbrengen naar CarPlace en zo meteen met die Tesla. Die Tesla die we dus dikker hebben gemaakt, die staat dan aan de overkant. Die staat bij de uitlijner. Daar rijden we weer mee terug. Dus zo blijven we een beetje op en neer hoppen vandaag. En dan kan die Tesla weer geleverd worden. Hebben jullie ook al voorbij zien komen. Flink aangepakt. Dan kun je zelfs van een Tesla een dikke auto maken. Kunnen we ook al. We zijn bezig met de Tiguan. Een keer stoffenbekleding voor de verandering. Dus we gaan deze even diepstomen. Hier en daar wat vlekjes. Daar hebben we zo'n apparaat voor. Ja, we hebben zojuist een interview gehad met wie? Sven. Sven. Van? Van Groeze. En jij, dat is voor school, hè, toch? Ze hebben net een interview gedaan van een half uurtje of zo, hè? Een half uurtje, ja. En over het ondernemerschap. Is er ergens te zien, trouwens? Of alleen op school? Alleen op school, inderdaad. Ja, oké. Okay. Nou, dan goed. Ik wil hem, maar ik krijg hem wel te zien. Ja, je krijgt hem. Nou, goed. Misschien hebben we hem wel een keer, dat kan best zijn, dat we hem in de Keken de Week plakken. Ja, ik ga ook nog langs de Kamer van Koophandel en die moeten natuurlijk vrijgeven. Ja. Dus ik wacht wat zij zeggen. Ja. En dan kan ik opzien. Nou goed. Dan zullen we zien wat er gebeurt. Dus mocht die vrijgegeven worden, dan zal ik hem een keer in de Keken de Week knippen plakken. Yes? A3 weer op bezoek. Downpipe gemonteerd met racecatalysator en de diffuser. Hoogglanszwart gespoten. Wederom wat modificaties. Proefritje gehad met de Ferrari F12. Wat een fantastische auto, hè. Man. In ieder geval misschien van een Audi R8. We gaan hem even binnenzetten. Die prachtige Audi R8 staat weer klaar. Compleet opgebouwd, de klant zat al te wachten. Nieuwe sideblade gemonteerd. We hebben natuurlijk het schermpje gespoten. Een stukje van de achterbumper, sideskirt. Velg is gespoten, alles weer opgebouwd, auto is netjes gewassen en staat klaar om meegenomen te worden weer. Kan hier weer genieten van zijn auto en een beetje voorzichtiger in de parkeergarage de volgende keer. Want die heeft echt zo'n betonnen paal geschampt. En dat doet zeer, dat is jammer. Maar hij is weer good to go. De klauwen van deze 45 eens een keer goed reinigen. Ook de naafjes gaan we spuiten. Die bordeauxrode Mazda 3 is weer terug. We hebben die grill voor ontgroot. En nu gaan we de wielen weer terug monteren. Nu ligt de winterset gemonteerd en we hebben de gepoederkoten velgen teruggekregen van de poederkoter. En die gaan we nu weer monteren om een andere look te creëren. Monteren, creëren, dat rijmt. De vers gekoten velgen voor de Mazda 3. En mocht je interesse hebben in Keken de Week merchandise, ga naar rijdautos.nl/merchandise. Proefrit met een
een Golfje R van 2019 met inruil van een S600 V12. Dus dat wordt wel echt heel erg dik. Het is natuurlijk een auto op het randje, maar het is toch wel dik, hè. Dus we gaan een prijs maken, een inruilprijs. En kijken of dat we tot een deal kunnen komen. Kijk dan hier. Een S600 V12. Ja. Dit vind ik wel heel dik. Geluid. Alles erop. Harman Kardon. Stoelkoeling. Stoelventilatie. Memory. Designo. Dashboard volledig in het leer gezet. Toen al een, gedeeltelijk digitale cockpit. Open dakje erin. Nou, gaan we even achterin kijken. Ja, dit is wel heel dik. En goede middenconsole, alles zit vol mijn leer. Kijken, die extra lange deuren. Het is een L. Even kijken. Dat is het niet normaal. En dan gaan we achterin op de directeurstoel zitten. Rolletjes erin. Achter ook. De achterbank, volledig bestelbaar, oppompbaar. Dat is niet normaal. Je kunt kijken hoe dik je hoofd is geworden. Ah, trouwens, je kan er eigenlijk amper op, moet ik zeggen. Ja, dit is echt wel super dik, zijn auto, hè. Wat een apparaat. Jongens, jongens. Echt super dik. En dit is waar de magic happens. Dat is super dik. Een V12. Hier een dikke accu. Het is natuurlijk niet de hoofdaccu, hè. Dat is een kleiner accu dan een gemiddelde Suzuki Swift. Maar wat een apparaat. Tijdens de opname van het filmpje zijn we waarschijnlijk alweer €85 brandstof kwijt. Auto is van 2006, het is een youngtimer. Dus je kunt hem lekker goedkoop op de zaak rijden. Maar goed, met de brandstofprijzen van tegenwoordig. Heb je ook een bijtelling? Ja, de brandstof maakt het zeker goed. Ja, dat is echt super dik. Wat een auto, joh. We gaan hem even meten. Even kijken wat die lakdiktes heeft. Dat is ook wel bijzonder. Dus ik weet niet of je de camera kan zien. Die flip-flop-flip-flak kleur in de lak. Er zijn echt heel veel paar moeren. Als je hier aan de zijkant weet, kijk wat een beetje bruin ziet. Hele aparte kleur. Ja, wat is je dikke. Porsche 992 GT3. Centerlox, keramische remmerij en wat een apparaat, hè. Mensen, dit was jou weer Rijdkick op de Week, aflevering 163. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en vergeet niet te abonneren. Even onder dit filmpje klik op abonneren, belletje aan en je blijft
op de hoogte van alles wat wij hier doen. Heb je interesse in de Kick of the Week merchandise? Ga dan naar rijdauto's.nl/merchandise om je bestelling te doen in onze nieuwe webwinkel. Rest mij nog om jullie een fijn weekend te wensen. Ik zie jullie heel graag terug volgende week bij aflevering 164. Tot de volgende Kick of the Week. Fijn weekend.